Donderdagochtend 25 september vond de eerste bijeenkomst plaats voor ouderen die zich hadden ingeschreven voor Bewegen voor Ouderen. Dit in het kader van het jaarthema Het Jaar van de Senioren. Ik sta hier als een blij mens. Vanmorgen toen ik hier het hockeyterrein opkwam, zag ik al die mensen. Het is zo dat wij samen met de Kromhouters, de vereniging, dit initiatief hebben genomen. Het is uitgerold en uitgewerkt door de Kromhouters. Wij hebben dat kunnen stimuleren en wij hebben ook kunnen faciliteren. En er zijn zowaar alweer 27 inschrijvingen. En ik hoop ook dat dit nog veel verder uitrolt natuurlijk. En als je dan kijkt wat het jaarthema teweeg heeft gebracht in onze samenleving. Kijk eens naar de zomerschool. Meer dan 300 aanmeldingen. We hebben een wachtlijst van 100 personen. Dus ook daar gaan we nog proberen gevolg aan te geven. Hoe weten we nog niet precies? Maar het is gewoon een succes in Tiel, het hele jaarthema. We gaan nog van alles doen. De ruilkring is in aantocht. Dat wordt digitaal opgezet. We gaan een klein beetje meedoen met de vrijwilligersmarkt. Daar hebben we iets geprobeerd ook daar een beetje te faciliteren. Dus wij hopen dat die vrijwilligersmarkt binnenkort ook een succes wordt. We eindigen met het culturele thema dat in de Agnietenhof wordt gegeven. Wat ongetwijfeld een succes wordt, want ik heb begrepen dat het uitverkocht is. Dus kortom, ons hele jaarthema is een groot succes wat de raadswerkgroep en de Raad van Tiel betreft. Inschrijven om mee te doen kan nog steeds. Kijk voor meer info op de website van hockeyvereniging De Kromhouters. Oh. Oh.